Vrienden, we gaan even een reisje maken. Ja, Jut en ik. Ja, even Oostenrijk, Dolomieten, daar zo. He? En dan kom ik gelijk, ja, want daar gaat het over, dit verhaaltje. Kom ik in een wedstrijd terecht met Jut. Ja, van hoe laat gaan we naar het vliegveld? Ja, dat is hem. Ja, dat veel te vroeg ergens naartoe gaan. Dat is een soort jeugdtrauma voor mij. Want vroeger dan gingen we naar de nachtmis. En mijn vader die wilde altijd zo vroeg mogelijk naar de nachtmis. En zie je het voor je? Er zat heel het gezinnetje van mij. Die zat al om 10 uur op de allereerste rij in de kerk. Om 10 uur. Hey. En de nachtmis die begon pas om 12 uur. Ja. Hey. En maar wachten in een ijskoude kerk. Nou, daar wil je wel iets van oplopen. En dat komt elke keer weer terug. Nu dan, als ik naar zo'n vliegveld moet. Want daar zit je dan maar. En dan zeg ik ook steeds tegen Jut. Waarom moeten we nou zo vroeg naar dat vliegveld toe? Ja, dan krijg je alleen maar van die argumenten. Dan zijn we er maar. Ja, dan zijn we er maar. Ja, dan zijn we ook zo een. Dan zijn we lekker op tijd. Oh, zijn we lekker op tijd. Ja, nog zo een. Dan zijn we de drukte voor. Welke drukte? Dan zijn we de drukte voor. Ja. Ook zo'n argument. En dan de laatste. En dat is dan de allergrootste dooddoener. Beter te vroeg dan te laat. Nou, en daar moet ik dan tegen aanknokken, vrienden. Want je zit daar maar. Daar zit je maar op zo'n vliegveld. En wat doe je daar dan? Je zoekt naar een stoeltje. Dat is al een hoop gedoe vaak. En dan zit je daar uiteindelijk naar. En dan? En maar wachten. Dat vind ik al verschrikkelijk bij de tandarts. Dat gewacht en gedoe. En dan moet ik dat daar. En wachten op niks. Want kom gewoon later. Ga gewoon later naar dat vliegveld. En stap gewoon in. Punt. Nee, er moet eerst lekker gewacht worden. En maar zitten. Pom, 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 pom. Ja, kopje koffie halen. Sta je weer in een rij. Word je weer afgezet. Betaal je weer veel te veel. Enzovoort, enzovoort. Wat een vrienden, het is doffe ellende. En ik weet het niet, maar volgens mij heeft niet alleen Jut hier last van. Hebben heel veel meer mensen last van het feit dat ze lekker vroeg, uren van tevoren, naar een vliegveld willen. Ja, ja, nou, hé, hey, dan. Nou goed, één ding weet ik wel zeker. Ik heb het wel een beetje minder kunnen maken, dat wel. Maar de wedstrijd echt winnen? Nee, dat zal nooit gebeuren.